Oké dan, 8.6 dan. Een deel daarvan raakt ook het examenonderwerp. Een deel van dit verhaal. Omdat het ook over een conferentie gaat in Berlijn, dia 3 of zo dan, dia 4. Ja. Waarbij dus dit deel van de wereld wordt verdeeld. Ja, dat is schunnig. Dat gebeurt wel. Ik zou wel aanraden om je vingers even blauw te schrijven. Het kolonialisme, wat wij kennen natuurlijk uit de 16e en 17e eeuw, maar dat kolonialisme dat gaat natuurlijk verder in de geschiedenis. En dan wordt het in de 19e eeuw het imperialisme. En dat gaan wij uitleggen. En dan gaan we het uitleggen in verband met de industrialisatie. Want daar zitten een aantal dingen in die het imperialisme, dus dat West-Europese landen over de wereld de baas willen worden, die zitten in de industrialisatie. Een paar van die redenen waarom die imperialistische politiek gaat ontstaan. Dat zit dan in de industrialisatie. En dat ga ik proberen uit te leggen. En zoals je het al een beetje kunt zien, in de industrialisatie zit natuurlijk hier. En natuurlijk ook een beetje hier. Maar voornamelijk natuurlijk in West-Europa, met name in Engeland. Nou, West-Europese staten zullen dan ook in de 19e eeuw zich daarna gaan bemoeien met de verdeling van Afrika. Omdat ze daar natuurlijk dingen kunnen vinden voor hun industrie. Wat kunnen ze er vinden voor hun industrie? Grondstoffen, heel goed. Ja. Noemen ze grondstof? Olie. Ja, olie is een beetje, want dat gebruiken ze natuurlijk niet helemaal in de 19e eeuw. Maar dat gaat, het gaat meer om delfstoffen, kolen bijvoorbeeld. En ook hier in Afrika dachten ze heel veel te kunnen vinden. Nou, in de Congo kan je heel veel bijvoorbeeld edelmetalen vinden. Maar soms is het helemaal niet duidelijk, hè, wat je hier nou vandaan kunt halen. Je kunt veel meer uit Azië halen, bijvoorbeeld katoen en zo. En specerijen, wat de Nederlanders hier vandaan halen. Is het soms helemaal niet zo duidelijk wat nou hier vandaan wordt gehaald? Ja, tropische voedingsstoffen. Dat soort dingen. Maar en olie halen ze al heel erg uit Indonesië en zo. Dat halen ze ook wel uit Afrika dan, maar niet zo heel veel. Want het is nog geen olieindustrie, hè, de 19e eeuw. Dat mag je wel opschrijven. De 19e eeuw, dat gaat met industrialisatie op stoom. En sommige historici weten dus ook helemaal niet precies waarom dat imperialisme, dus het veroveren van koloniale gebieden op aarde, waarom dat ontstaan is. Heeft het misschien wel veel meer te maken met de kapsones van Europa, van de blanke man die dan de zwarte man wil gaan overheersen. In die 19e eeuw gaat ook China meemaken dat aan de randen van hun gebieden de West-Europese landen stukjes grond willen hebben. Shanghai is daar een voorbeeld van. Dat wordt van Frankrijk. Imperialisme wordt gedaan door Engeland, Frankrijk heel erg. Duitsland wil ook meedoen, maar mag soms niet meedoen. Dat is ook een probleem, dat gaan we ook bespreken. Het gaat ook heel erg om afzetmarkten, dat staat hier ook. Hè. Producten die in Engeland werden gemaakt, bijvoorbeeld katoenen kleding, kon worden verkocht naar die tropische gebieden. Waar intussen de Europeanen dan de baas waren geworden, die hadden wel trek in een katoenen truitje. Niet zo warm als wol. En het bewijst natuurlijk dat Europa militair de baas is. Is Europa nu nog in de wereld de baas? Nee, dat weten jullie wel, hè? Dat is wel. In de 19e eeuw was het wel zo. Maar dat is nu niet meer zo. Dus er verandert wel heel veel ook uit dit verhaal nog. Gaandeweg de geschiedenis. Oké. Even deze dingen zitten. Ja. Nou ja, dit is een voorbeeld. Zeg maar op. Dia 2 is gewoon een voorbeeld van wat er dan gebeurt. Ik ga je een beetje vertellen wat de bedoeling is als voorbeeld. Dus dit is nog niet de uitleg, maar het is een voorbeeld. Dat moet je echt noteren. Maar wat hadden nou de Engelsen bedacht? Nou, de Engelsen hadden bedacht, we gaan zoveel grondgebied in Afrika veroveren, dat we uiteindelijk een weg kunnen maken van Zuid-Afrika naar helemaal Egypte. Dat we er zo van zuid naar noord doorheen kunnen wandelen op een straat of op een weg of zo. Dat moet je wel opschrijven. Dat was een hele vreemde doelstelling die ze bedacht hadden in Engeland. Dat zou wel mooi zijn als we in Afrika koloniaal gebied hebben, wat een aaneensluitend gebied wordt van Zuid-Afrika naar Egypte. Ja? De Fransen hadden bedacht, in dat verhaal van het imperialisme, we gaan van West-Afrika naar Oost-Afrika. Daar gaan we kijken of we allemaal gebieden kunnen veroveren, om dan hier zo'n doorlopend gebied te krijgen. Aan wie wordt niks gevraagd?
Ja, schrijf dat maar even op. Dat zou ik toch wel even noteren. De Afrikanen die kunnen hun kop houden en worden op welke manier natuurlijk overmeesterd. Waarmee worden ze overmeesterd? Wat hebben de... Ja, maar wat dan? Ja, maar wat hebben ze? Vuurwapens. Hè? De Europeanen hebben vuurwapens. Hebben de Afrikanen vuurwapens? Nee, hebben ze niet. Dus het is een peulenschil van de Europeanen. Die natuurlijk hun wapens, de Engelsen, waar laten ze hun wapens maken inmiddels? In fabrieken. En wat gebeurt er met een wapen in een fabriek, die in een fabriek gemaakt is? Ja, die wordt veel preciezer in hoor. Dat was wel angstwekkend hoor, wat er met de wapens gebeurde in de 19e eeuw. Die schoot opeens niet meer. Zo krom, maar die schoot opeens recht op het doel af. Ja, dat probleem werd getackeld in de wapenindustrie in de 19e eeuw. Dat de wapens gingen nu precies schieten. Nou, dat hebben de Afrikanen geweten. Met kanonnen en geweren worden ze opzij geschoten. Onderwijl is dan natuurlijk ook de slavernij er nog of zo. He? Zo rond 1850 is dat net aan het afnemen, slavernij. Maar we komen natuurlijk in een heel vreemd continent terecht eigenlijk, als je daarover nadenkt. Het is allemaal natuur en oerwoud. En dan gaan die Europeanen opeens denken, dit hebben wij nodig voor onze industrie. Wat achteraf een beetje bediscussieerd wordt. Hè? Dat helemaal niet aangetoond is dat het echt zo was. Hè? Dat mag je opschrijven. Hè? Dat echt noodzakelijk was, hadden zij bedacht. Achteraf is vastgesteld dat het helemaal niet zoveel heeft opgeleverd. Alleen meer heeft gekost aan militairen die je moet inhuren om dit te gaan doen. Dus je mag er wel opschrijven dat dit natuurlijk een dwaas plan is. Maar het was de geest van die periode, heel goed. Het is de geest van die periode dat zo gebeurt. Ik kan het niet mooi uitleggen. Het punt is alleen dat ze het wel doen, die Europeanen. He, die hadden, wat ze in hun kont hadden, hadden ze ook in hun kop zitten. Ze gingen gewoon doen wat ze dachten te doen. Dat is het probleem. Het is best wel een probleem. Hier hebben de Engelsen oorlog gemaakt met blanke Nederlandse boeren. He. Waar is het concentratiekamp ooit bedacht? Hier in Zuid-Afrika. De Engelsen die vochten tegen de Nederlanders. Tegen de blanke boeren. Die hier al zaten sinds de 17e eeuw, toch? Kaapkolonie. Ja, toch? Hier wordt het concentratiekamp rond 1900 bedacht door de Engelsen. Want Zuid-Afrika wordt door de Engelsen in bezit genomen tijdens dat imperialistische verhaal. Daar zaten Nederlandse kolonisten al vanaf de 17e eeuw. Ja. Ja, het is een dwaas. Het is zo dwaas eigenlijk. Dit is Afrika. Het is zo groot als de maan. Honderden stammen. Met allemaal eigen regels. Zijn er landsgrenzen in dit gebied? Hebben de Afrikaanse bevolking zelf landsgrenzen aangelegd? Nee. Nou, als het imperialisme klaar is, wat is dan met heel Afrika gebeurd? Is het helemaal mooi verdeeld in vakjes. Ja, er is heel veel kwaad gedaan in Afrika in de 19e eeuw. Echte problemen die we nu nog hebben in Afrika, zijn voor delen terug te voeren op de geschiedenis die ik nu uitleg. Ja, Jurre. Moet dan niet staan, nog niet gekoloniseerd? Staat dat niet goed erin? Er staat, was het binnenland van Afrika nog gekoloniseerd en daarna... Ja, nog niet. Even. Ja, nog ja, niet. Okay. Het is niet zo. Ja, onderhield. Kan je hier komen? Makkelijk. Nee. Wat zit er in de weg? Woestijn. Nou, niet hier, niet zoveel woestijn. Het is oerwoud en aan de zijkant heb je woestijn. Dit is woestijn, heel ontoegankelijk. Hier oerwoud, super ontoegankelijk. Hier ook, sub-oerwoud, een beetje... Aan de rand van het oerwoud ook niet makkelijk met veel wilde beesten. Zuid-Afrika ook. Het is geen makkelijk continent om zomaar te betreden. Het groeit in doet. Het is een rijk continent. Hè? Het is ook zwaar bevolkt met allemaal stammen en zo. Vanaf de 16e eeuw was Afrika toch in beeld als het gebied voor de slaven. Ja, dat zie je vandaan. Hè? Dit stukje. Kijk. Hier hadden ze de slaven vandaan die in Amerika toch suikerriet moesten gaan doen en zo. Dat heb ik toch wel uitgelegd. Dat zie je hier toch? Dit zijn bijvoorbeeld Portugezen of Nederlanders die slaven in hun schepen trappen, die hier allemaal forten hebben om die slaven dus op te vangen en zo en te verhandelen naar Midden-Amerika, Zuid-Amerika en ook naar Noord-Amerika voor de katoenplantage, al daar. Toch duidelijk? Alright. Nou, dit is het summum van het imperialisme. Zijn we erop? Het is een hoogtepunt van die periode. Is de conferentie in Berlijn. 1884. En Bismarck die keert toch al een beetje. Ja.
toch de ondemocratische baas van Duitsland. Die hele dominante, koningsgezinde, militaristisch ingestelde bestuurder van Duitsland. Die wilde, hè, Duitsland wilde ook toen het één was geworden, schrijf maar op, wilde Duitsland ook mee gaan doen aan het imperialisme. Alleen niet op de manier zoals Engeland en Frankrijk dat altijd al deed. Die gingen gewoon. Bismarck zei, ik wil om de koloniën geen oorlog krijgen. Dat wil ik niet met Duitsland en Engeland, ga ik niet doen. Weet je wat ik doe? Ik nodig in 1884 de Europese leiders uit. Kijk, hier staat Bismarck, die zit daar. Om te gaan praten over de verdeling van dit land. Welk woord moet je hier dan op plakken? Begin met een K. Kap. Kap. Zo. Nee, wie hebben hier kapzones? Jongens, nog een keer. Europese leiders met hun ambtenaren zitten hier aan tafel. Wat gaan die doen? Afrika verdelen. Zijn hier de Afrikaanse stamhoofden bij aanwezig? Nee, per definitie niet. Dit is... Het is geen racisme, maar ik noem het subracisme. Het is niet uitgesproken racisme. Dat is helemaal niet de bedoeling. Het is meer Europese dominantie die ertoe leidt dat deze mensen geen flikker te vertellen krijgen. Want de blanken gaan bedenken, de kaart ligt hier, hè? Hier ligt de kaart van Afrika. Kijk hier op tafel. En wat zitten ze te doen met pennen? Te verdelen. Dit is voor jou, dat is voor jou. Het is lachwekkend, is het ook echt. Je zou, als ik naar de geschiedenis terug zou willen, hè, dat meen ik serieus, dan zou ik terug willen naar één periode. Of één periode, zou ik, nou ja, naar de tijd van het imperialisme. En dan zou ik eigenlijk aanwezig willen zijn, als bijvoorbeeld verslaggever of ambtenaar bij deze vergadering. En dat ik dan in bewustzijn door heb wat daar gebeurt. Want dit is absurd. Maar ja, het gebeurt wel, dat is geschiedenis. De Europeanen voelen zich zo machtig en zo veel beter dan de zwarte mensen die hier wonen, dat ze natuurlijk durven om hier Afrika te verdelen. Dat ze gaan zeggen, ja, Engeland krijgt dat gebied, Frankrijk krijgt dat gebied, Duitsland krijgt dat gebied, Italië mag dat doen. Zo, begrijp je? Hoe vreemd dat allemaal is. Dit is de conferentie van Berlijn. Het is een zwarte bladzijde. Het is een zwarte bladzijde in het imperialisme. Het is door meneer Bismarck georganiseerd. Wie wilde hij eigenlijk manipuleren? Welke twee landen wilde hij manipuleren? Frankrijk en Engeland. Heel duidelijk. Die wilde die afhouden van de oorlog met hen. En heel duidelijk onder controle houden en misschien wel tegen elkaar opzetten in de kolonie. Want dat is dit plannetje, hè, dat dit gebeurt. Een vechtpartij tussen de Engelsen en de Fransen hier. Dat was eigenlijk een plannetje wat bij Bismarck zo'n beetje in zijn kop zat. Van als ik nou die twee landen tegen elkaar op kan zetten in Afrika, dat ze daar met elkaar gaan kleunen over stukken grond, ja, dan kan ik daar voordeel bij spinnen. Kan ik daar voordeel bij halen. En de landen verder tegen elkaar uitspelen. En dan kan ik machtiger worden in Europa. Natuurlijk wilde ook Bismarck wel een kolonietje meepikken. Maar hij gaat niet zoals Engeland en Frankrijk bezig met kolonialisme. Dat zou ik wel opschrijven. Want dat is in het examen geweest ook vorig jaar. Bismarck is geen koloniale machthebber. Die streeft naar zo groot mogelijk koloniaal gebied. Zat Nederland ook bij die conferentie? Nou, dus, ik geloof dat Nederland er wel bij zat. Maar Nederland had natuurlijk al Indo. Nee, zie je. Nederland staat hier niet op de voorpost. Maar Nederland had toch ook Zuid-Afrika? Ja, daar was dus oorlog ontstaan, maar die oorlog komt pas later, hè. Die oorlog, ja, dat is wel heel goed hoor, maar die oorlog tussen Engeland en de Nederlanders in Zuid-Afrika, dus de koloniale boeren daar, dat begint pas rond 1900. Dus na deze conferentie. Deze conferentie moet je gewoon leren als een heel belangrijk, uiterst vreemd, maar toch wel een beetje macaber ook, macabere gebeurtenis, een beetje zwarte gebeurtenis. Vreemd hier. Het geeft natuurlijk heel erg aan het beter voelen van de blanke man die zich beter voelt dan de zwarte man, waar ze over zich gewoon beslissingen nemen, terwijl die zwarte mensen er niet bij aanwezig zijn. Die zitten gewoon hier, die weten over niks, hè. Ze hebben geen idee dat hier landsgrenzen gaan komen. Ze hebben geen idee. Als je nu naar de kaart kijkt van Afrika, dus we zullen eens laten zien, kijk.
die is bedacht door Europa. Dus als je nu naar de Afrikaanse kaart kijkt, dan zijn het de grenzen die bedacht zijn als gevolg van deze conferentie. De conferentie van Berlijn, 1884. Het meest vreemde wat daar gebeurde, dat is dat de koning van de Belgen, Leopold, de Congo kreeg. Waarom zou Leopold de Congo krijgen? Dat is de koning van bijna het kleinste land van Europa. Waarom zou Bismarck en zijn vrienden Leopold de Congo hebben gegeven? Dat is onbekend. Nee, denk eens na. Dus ging, heel Afrika wordt verdeeld. Als ze dan de Congo hadden gegeven aan Engeland, wie was dan boos geworden? Frankrijk. Als Frankrijk de Congo had gekregen, wie was dan boos geworden? Ja, dus toen hebben ze maar bedacht om daar een beetje een evenwicht in te houden. Geven we het middenstuk aan koning Leopold van de Belgen. Nou, als ergens een foute beslissing is gemaakt in dit hele conferentieding, dan is dat deze vergissing. Dat je deze Belg, dat stuk grond bijna persoonlijk is en bezit geeft. Want wat gaat deze Belg daar doen? Nou, mens onteren. Het is onmens wat daar gebeurt. Rubberplantages voor autobanden, hè, gaat hij daar beginnen. En de zwarte bevolking wordt gedwongen om dat te werken. Als de Belgen daar weg zijn en hij eigenlijk af is, want het wordt hem weer afgepakt, dan zijn er 10 miljoen Congolezen dood. België gaat daar iets doen, dat wil je niet weten. Het gaat onder zijn verantwoording. Het is het vreemdste wat daar gebeurt. Nou, er zijn maar enkele gebieden die niet verdeeld worden, zie je? Je kunt het zo nagaan. Dit is dus, luister, dat er nu vluchtelingenstromen komen uit deze landen, richting Europa. Dan moet jij dit weten. Niet om het goed te vinden of zo, of om het slecht te vinden. Nee, om te begrijpen wie het eerste contact heeft gelegd met dit werelddeel. Wie heeft dat het eerst gedaan? Wie zijn naar de Afrikanen toe gegaan? De Europeanen, toch? Dat moet je toch noteren, Jure. Dat is overzicht. En in de 19e eeuw zijn de Europeanen zo ver gegaan dat ze heel Afrika hebben verdeeld onder elkaar. Dat zie je hier. Je ziet ook heel duidelijk hier de functie van de Congo. Die geven ze aan de slapste koning van heel Europa. Namelijk koning Leopold van België. Doen ze expres om ruzie te voorkomen over dat hele speciale gebied. Want wat is het rijkste gebied, blijkt achteraf? De Congo. Dat zit vol met edelmetalen, diamanten, zilver, goud, rubber, tropisch hout ook, hè, wordt ontdekt als bouwstof. Kortom, het is een uiterst leuke geschiedenis eigenlijk. Het is ook een beetje markant, je kan het ook daardoor misschien wel goed snappen en onthouden. Het is extreem. De Duitsers krijgen ook een klein stukje, dat is dit en dat. Maar Bismarck was hier niet op uit. Schrijf maar op dat Bismarck geen man was die juist naar kolonialisme streefde. Dat was namelijk niet het geval. Bismarck wilde juist Europese orde houden en in Europa sterker worden. Dat wilde Bismarck wel. Maar niet met oorlog. Door diplomatie. Bismarck is geen oorlogman. Het is wel een ondemocratische baas van Duitsland. Die graag de baas is daar. Maar het is geen oorlogzuchtige man die via imperialisme of Europese politiek oorlog zoekt. Dat is hij niet. Hij wordt ook ontslagen, hè, natuurlijk uiteindelijk. Bismarck. Want de koning van Duitsland, Wilhelm II inmiddels, die wil natuurlijk wel, de keizer van Duitsland, hè, die wil natuurlijk wel kolonies. Daarom zal Bismarck ook weg moeten. Maar dat gaan we nog zien. Bijna, hè, de Engelsen. Zie je dat? Kijk dit stukje. Knarsetandend. Dit stuk. En de Fransen, nou, minder hè, maar wel bijna, kijk. Er zit eigenlijk toch alleen Duitsland in de weg. Ja, maar Duitsland, ja, dat hadden ze natuurlijk afgesproken op de conferentie. En eens kijken wat Engeland krijgt. Het is gewoon 1/4 van de maan, hè. Ja, Frankrijk, die heeft ook een mooie. Ja, jongen, maar het is allemaal woestijn, hè. Het is allemaal woestijn. Dit is de Sahel, toch? Gewoon woestijn, man. Bedouïne. Met drugs. Die lopen daar in de rondte. Met hashish. Ja. Er zijn er dan nog maar twee landjes. Ja. Die hadden nog de onafhankelijkheid kunnen bedingen. Die waren semi-onafhankelijk. Maar weet je. Het is een schandelijk verhaal. En het geeft echt de kapsones van de blanke man. Die voelt zich zoveel beter dan de rest van de wereld.
En er zit een soort racisme in. En er zit dat ze de opvoeden, hè. Schrijf, je moet je wel opschrijven. Dit zijn de dingen die ik vraag, hè. Dat gaat in die toetsen zo fout. Kom op, jongens. Dit zijn de dingen die ik vraag. Die houding van die blanken, dat ze dan denken dat ze Afrika zou moeten organiseren. Heeft ooit één Afrikaanse stam zo'n grens getekend? Nee, echt niet, geloof me nou. En de oorlogen die komen als de blanken weg zijn. Hè? In de 20e eeuw gaan de blanken hier toch weer uit weg. Moeten we toch gedecoloniseerd worden? Dan ontstaan hier toch allemaal oorlogen. Hoe komen die oorlogen? Waar komen die oorlogen door tot stand? Door die grenzen. Door die grenzen, want opeens merken die stammen, ja, ik zit voor de helft in de Congo en ik zit voor de helft in Tanzania, wat moeten we nu? En dan krijgen ze oorlog met elkaar. Het hoogtepunt van daar is een hele grote oorlog tussen de Houthis en de Tutsis, nog maar 20 jaar geleden. En dat heeft gewoon mee te maken dat die grenzen hun grenzen niet zijn. Dus dat is een onvoorstelbaar, er komt ook Europees bestuur op. Het is toch niet hun bestuur? Het heeft niets te maken met stambestuur. Ja, de Europeanen vonden dat achterlijk, die stammen. Ja. Brits-Indië, van wie is dat? Engeland. Dus van Engeland. Dus schrijf even op, de Engeland. Schrijf dat maar op, dat Engeland er zwaar in zit. Hè. Dat is toch onwijs. Wat zeiden ze ook in de 19e eeuw over Engeland? England rules the waves. Wat bedoelen ze daarmee? England rules the oceans. Dus eigenlijk is Engeland in de 19e eeuw de baas van de wereld. Als je de baas bent van de oceanen, dan ben je de baas van de wereld. En dat zijn ze. Want ze hebben ook India. Ja? Dan stop ik nu. Is dat oké? Dia 6. Was ik duidelijk? Ja. Goed.